Hallo, Hans Faber, ik heb een afspraak met Sophie. 3 juni 2022. Ik ben in de TBS. Welke kamer ga je nou schoonmaken? De herstelkamer, omdat ik had synthetische MDMA had ik op. Alles wat buiten verkrijgbaar is, zou binnen kunnen komen. Synthetische drugs zijn tegenwoordig erg in trek. Ja, dat weet ik, maar we nemen eerst even die time-out. Ik wil je even gaan zitten op het bed. Ik wil ook even wat eten geven. Ik begrijp ook dat je een relatie hebt hier. Ja. Nou, het is pas kort, hè? We zagen wel dat het niet goed ging met de patiënt. Maar niet zo heel heftig dat hij zo een klap uit het niet zou geven. Ja, ik wil ook wel een keer beginnen met mijn echte leven, zeg maar, weet je. Ja. U wil graag verder. Ja. Ja. Op mij komt het ook een beetje merkwaardig over dat je in de TBS-kliniek zit. En je mag op vakantie. Ja. Ze hebben me geopereerd aan mijn hersens. Moet het gewoon niet prioriteit nummer 1 zijn om gewoon eerst van die verslaving af te komen? Ik denk dat dat ook gebeurd is. Maar eigenlijk waren we die 2 weken bang, ja. Toch? Ja. Het was zo onvoorspelbaar. Goeiedag, jongen. Zijn we weer. Stream in de TBS op NPO+.